De Revit Bellafonte Ladies is een gelamineerde urban jas met een stoere uitstraling. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en dit is de review van de Revit Bellafonte Ladies beschikbaar bij Motorkleding Center. De Revit Bellafonte Ladies is gemaakt van een slijtvaste textiele buitenlaag met erin een gelamineerd membraan. Dit inhoudt is dat de jas zowel waterdicht maar ook waterafstotend is, waardoor het water dus makkelijk van de jas afloopt. Er zit een uitneembare thermovoering in en mede hierdoor is die ideaal geschikt voor mid-season en winters gebruik. Hou er rekening mee dat die in de zomer snel iets te warm zal worden vanwege het gelamineerde membraan. Dit zorgt er namelijk voor dat hij ook meteen winddicht is. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de jas, dan zien we dus dat hij volledig gemaakt is van een slijtvast PowerShell textiel materiaal. Dit zorgt ervoor dat de jas gewoon de veiligheid biedt die je ervan verwacht en genoeg slijtvastheid kan bieden. De jas is uiteraard ook voorzien van meerdere protectoren. Die zien we terug op de schouders en op de ellebogen. Dit zijn de C-Smart protectoren. Wat het inhoudt is dat het vrij dunne protectoren zijn die gewoon netjes op zijn plek zitten, die je bijna niet ziet, maar die wel de protectie bieden die je verwacht van een fatsoenlijke impactprotectie. De achterkant van de jas is voorzien van een pocket. Hier kan eventueel een level 2 protector ingestoken worden. Op het moment dat die in de jas gestoken wordt, is die qua impactprotectie helemaal voorzien van alle protectoren die je hier eventueel in zou kunnen steken. Als we dan gaan kijken naar het comfort van de jas, dan zien we een grote capuchon aan de bovenkant. Wat Revit hiermee heeft gedaan is dat er een extra ritsaansluiting in zit. Op het moment dat die aangeritst is, zorgt dit ervoor dat hij eigenlijk aansluit aan de jas, waardoor de capuchon geen lucht kan vangen tijdens het rijden en dus ook niet kan gaan wapperen of kan op gaan blazen. Ook zien we vervolgens een grote reflectiestrook zitten die ervoor zorgt dat je extra zichtbaar bent met wat slechter weer of in de donkere dagen. De capuchon wordt vervolgens ook nog vastgezet met een magneetje aan de achterkant van de jas, waardoor die op deze manier dus ook weer niet kan gaan wapperen. Terugdraaien naar de voorkant van de jas. De jas is uiteraard voorzien van twee zakken. Zit aan de onderkant. Met weerszijden worden die afgesloten door middel van een ritssluiting. Deze zakken zijn volledig waterdicht, net zoals de rits. Dus hier zou je eventueel je telefoon of andere waardevolle spullen makkelijk in op kunnen bergen. De jas wordt afgesloten door middel van een grote rits. En op het moment dat we die open ritsen, zien we dat er een grote watergoot in zit. Het zorgt ervoor dat als het water eventueel door de rits trekt, die niet door kan trekken tot op het lichaam zelf. Ook zien we aan de binnenkant de thermolijner zitten. Die is aan de linkerzijde voorzien van een grote steekzak die afgesloten wordt door middel van een rits. Deze zak zit achter het waterdichte membraan en hier kan je dus ook zonder problemen je waardevolle spullen in opbergen. Vervolgens zien we onder de thermolijner ook nog een grote steekzak en deze zit zowel aan de linker als aan de rechterzijde en wordt afgesloten door middel van een drukknoop. Deze zakken zijn wederom waterdicht. De capuchon heeft aan de bovenkant ook nog een trekkoordje zitten. Dus op het moment dat de capuchon op het hoofd zit, kan die hiermee net wat strakker afgesloten worden, waardoor die gewoon altijd netjes aan zal sluiten. Wat we ook zien is dat de thermovoering helemaal doorloopt in de capuchon. Dus op het moment dat de capuchon op is, kan die daar ook wat extra isolatie bieden en zal die gewoon altijd warm kunnen houden. Sarah is 1,66 meter, weegt zo'n 65 kilo en draagt van de Revit Bellafonte Ladies een maat M. Zoals we kunnen zien sluit de jas overal netjes aan en is het ook gewoon zeker de juiste maat voor haar. Wil je deze jas nou een keer komen passen of bekijken, dan kan dat uiteraard in een van onze winkels of op onze webshop. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van alles wat we doen bij Motorkleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij nog graag weten wat jouw ideale maatjas is? Blijf dan nog eventjes hangen. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en bedankt voor het kijken.